staan in Amsterdam bij de Bosrandbrug. En het was net super spannend in Alsmeer. Want daar bij de Alsmeerdebrug moest de Sterke Jerke net even de mazzel hebben. De Sterke Jerke die nu één ligt om met beroepsvaart door de brug te mogen. Tussen 4 en 6 geldt er een stremming voor pleziervaart. Ja, en daar vallen ze toch onder hier bij de strontrace. Maar op het moment dat er een vrachtschip door de brug gaat, mag daar de Sterke Jerke of elk ander scootje wat meedoet mee. En ze hadden de mazzel dat dit vrachtschip hier achter mij door de brug moest. Ja, en dan krijg je het volgende verhaal. Want dan beland je dus bij de Bosrandbrug aan. En dan geldt eigenlijk hetzelfde verhaal. Hier geldt ook weer, ze hebben mazzel. Tenminste, dat ze door de brug mogen, want de wind is wel weg. En dat betekent dus dat de mannen weer jagend hier door de bermen van Amsterdam moesten. Ze zijn moe. Ze zijn echt moe. Dat hebben ze vanmiddag in Warmond ook gezegd. Ze hebben echt uren en uren en uren geboomd, gejaagd. Vanaf Warmond was er een beetje wind, dus daar ging het goed. Maar ja, nu moesten ze weer even in die banden hangen. Nou, we gaan even kijken hoe het hier gaat. Het vrachtschip gaat nu door de brug. Nou, dan moet dat volgens mij goed komen. En dan zullen we hier straks ook even blijven wachten om te kijken hoe het nu met de verwisseling komt. Bas Krom zei in Warmond nog tegen mij, ja weet je, we hebben al zoveel met kracht gesmeten. Dus het komt er nu echt op aan. Wie heeft nou nog reserves over om uiteindelijk straks ook het laatste stukje door te kunnen gaan? Ze zijn aan het motoren, zoals het nu lijkt. Dat moet van de brugwachter. Pieter Jillers heeft ook contact gehad met de organisatie van ja, de brugwachter zegt dat we moeten motoren. Wat doen we nu? Ja, als de brugwachter het zegt, dan gaat dat voor de strontrace. Dus de motor is aan. De Sterke Jerke mag met het vrachtschip mee door de brug. En dat betekent dat ze echt ontzettend hun eerste positie hier aan het verdedigen zijn. Volle kracht vooruit. En dit zou wel eens cruciaal voor de winst kunnen zijn. Maar goed, we weten niet wat Bas hier achter ons doet. Als je track en trace erop naslaat, dan zie je ook dat nog niet alle scootjes in Warmond zijn geweest. Het is dus echt een hele helse tocht om daar te komen. Dan nog dat verplichte uur om daar te rusten, de vrachtbrieven te tekenen. Nou, noem maar op. De tulpenbollen die je meekrijgt en dan... Nou, is het aftellen tot het moment dat je weer verder mag. Heel spannend. De Nooit Volmaakt en de Vriendschap, die waren zeg een kwartier geleden nog niet aan in Warmond. De Nienke lag er toen net. Dus ja, er zitten toch wel een heel aantal scootjes nog ver achter de Sterke Jerke en de verwisseling van Bas Krom. Die vorig jaar en heel veel jaren daarvoor eerste werd. En die ook nog zei in Warmond, ja, dit is wel een beetje een dubbel gevoel. Dit is zo lang geleden dat we hier niet als eerste in Warmond aankwamen. Maar ja, goed. De strijd is beslist nog niet gestreden. Het kan wat dat betreft nog alle kanten op. Er moeten nog zoveel keuzes gemaakt worden. En er moet nog zoveel kracht aan te pas komen. Dus we gaan zien wat er gebeurt. De brug gaat weer dicht voor nu. En dan vermoed ik dat de mannen van de Sterke Jerke straks gewoon weer in het, op z'n Fries, we gooien toch even een beetje Fries in, de bergen gaan, in de riemen en jagend hun pad moeten gaan vervolgen. Het jaagpad in dit geval. Verderop staan de fans, die volgen trouw de Sterke Jerke, maar zo heeft elk scootje fans. Dus dat gaat hartstikke leuk. Iedereen is bloedfanatiek, ondanks vermoeidheid. Dus... ja, we gaan door. We gaan door tot de eerste in Warkum aankomen. Warkum, dat is ook Fries. Wij houden het hier nu even voor gezien. We gaan het volgende spannende moment opzoeken en dan zien we elkaar weer.